Ready? Hoi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik met Lisa. Lisa is mijn vriendin en buurmeisje. Dus die komt mooi makkelijk hier naartoe. En wij gaan vandaag iets heel leuks doen. Vertel jij wat we gaan doen? Ja, nou, we gaan een most likely to tag doen. Dus je krijgt vragen van, ja, wie zou er eerst? Puntje, puntje, puntje. En dan hebben we hele leuke bordjes. Met bordjes. Schriftjes. Met Floor en Lisa. En dan gaan we gewoon ophouden van denken van, nou, Floor zou als eerste dit doen. Ja, dus we hebben allemaal vragen en die gaan we stellen. En dan gaan we kijken wie wat eerder zou doen. Oké, laten we maar gewoon snel beginnen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe een duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen. Eerste vraag. Ja. Wie zou het eerste multimiljonair worden? Ja. Oké, 3, 2, 1. Oh, nee, sowieso jij. Nu ben je helemaal met YouTube best wel bezig en ik... Ja, maar dat betekent niet dat je multimiljonair wordt. Ja, maar toch, jij gaat een opleiding doen en ik doe opleiding onderwijsassistent. En straks ben ik gewoon een juf en dan verdien je niet heel veel. Nou, jij bent echt zo'n moneymaker. Wow. Oké, next. Wie zou het eerste met lipstick op haar tanden lopen? Oké, 3, 2, 1. Sowieso Floor. Ja. Ten eerste draag ik meer lipstick dan jij. Ja. En ik ben heel erg onhandig, dus dat zou ik ook gewoon niet doorhebben. Ja. Dat is wel zet. Ja. Wie zou het eerste huilen in het openbaar? Oké, 3, 2, 1. Lisa! Ja, ik heb denk ik wel ik. Nee, ik. Ja, weet niet. Ik dat is ook jij. Ik kan dat ook best wel snel. Ja, ik ook. Ja. Ik doe het zo. Maar ik ben heel erg gevoelig. Ja, oké, ja. Dat zag ik, weet niet. Bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld een handje of zo zie, dan ga ik zo huilen hoor, als ik in paniek is. Dat is wel grappig. Ik heb vakantie. Toen waren we met mijn gezin op vakantie. En toen was in Turkije. En toen was er een hond doodgereden. Want je hoorde echt zo, wat? En toen al die botten braken. En toen moest ik zo wat huilen. Iedereen zat hem, oh, en ik zat helemaal te janken. Ik vond het zo zie, want ik ging nog onderkijken, weet je wel. Ja. En dan zag je allemaal prut. Ah, dat is echt vies. Wie zou het eerst lachen op het verkeerde moment? 3, 2, 1. Ja. Ja, maar ik ook wel, hè? Ja, ik wil eigenlijk wel niet kiezen. Ja, eigenlijk bij allebei wel. Het zijn echt zo van die mensen die dan zo. Echt heel chill. Ja, oké. Okay. That's me. Wie zou het eerst meest dronken. Of wat? Wie zou het eerst de meest dronken persoon op een feestje zijn? Oké. Okay. 3, 2, 1. Ja. Yeah. Oh, ik had ik. Ja, ik weet niet. Ja, allebei. Ja, ook wel weer, ja. Ja. Ja, jij kan het ook wel. Ja, als je gewoon wat shortjes naar binnen hebt. Dan, ja, dan gaat het mis. Ik zou het eerste kwasten wassen het langste uitstellen. Dus je make-up kwasten. Ja. Oké, 3, 2, 1. Ja, sowieso ik. Ik heb deze vroeger toen ik mijn beautyblenders net had. Toen maakte ik ze elke dag schoon. Nu heb ik dan een jaar lang. Oh, maar dat doe ik nooit. Want die krijgt altijd schimmel. Nee, ik niet. Lekker wel. Nee, als ik met zeep of zo was, krijg ze altijd schimmel. Ja, dus ik doe dat niet meer. Wie zou het eerste zich verslapen? 3, 2, 1. Ik weet het niet. Lisa, zo goed. Wel. Ik zou me nooit verslapen. Ja, ik heb me ook nog nooit echt verslapen. Maar ik zet altijd ook gewoon heel veel mensen die zetten echt. Of die snoezen hun wekker, weet je wel, dat ze echt 10 wekkers zetten en dan pas uit bed gaan. Ja. De eerste beste wekker die gaat, ik ook gelijk. Ik ook. Ja? Oh. Ja. Ik had echt gedacht dat jij wel eens... Nee, ik ook niet. Nee. En ik ben ook overal 10 minuten te vroeg, weet je wel. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat heb ik dan ook weer niet, maar... Oké. Ja. Ik heb trouwens mijn vraag op mijn mobiel, dus dat je niet denkt, wat doet ze deze tijd? Wie zou het eerste zich druk maken om de kleinste dingen? Oké, 3, 2, 1. Jezelf, ja, ik ook wel. Ja, maar ik wel heel erg. Ja, oké. Okay. Ik maak wel druk om mijn fiets. Ja, ja, precies. Lisa, wat zou ik doen? Ja. Vanmorgen. Ja. Wie zou het eerst de plastische chirurgie ondergaan? Poeh, dat is een goede. Dat vind ik een hele lastige. Ja, ik ook. Oké, 3, 2, 1. Ja, dan denk ik ik. Ja, ik denk dat toch ik. Ja, ik zie dat totaal niet doen, maar ik mezelf eigenlijk ook niet. Het enige wat ik dan misschien ooit zou doen is misschien fillers of zo. Maar dat is dat al niet, weet je wel? Nee, precies. Het is eigenlijk niemand. Nee, ik weet niet. Nee. Wie zou het eerste iets belangrijks vergeten? Poeh. Ja. Ja, dat is ook een beetje zo'n. Ja. 3, 2, 1. Ja, ik heb jou. Ik weet niet. Ik heb Lisa. Maar weet je wat het is?
zeg maar, qua onhandigheid zou ik het kunnen vergeten en zo'n klunt. Yeah. Maar aan de ene kant ben ik ook heel perfectionistisch, weet je wel. Alles ligt al klaar in de tas voor de volgende dag, weet je wel. Dus aan de ene kant wil ik het ook weer niet vergeten. Ik ook niet. Ik check als voor als ik een dagje weg ben of zo en ik heb dan mijn tas en mijn portemonnee. Ja, de hele tijd voelen. Alles kunnen kijken of je portemonnee bijvoorbeeld er nog in zit. Dat heb ik echt altijd. Ja, ik ook. Ik heb altijd het gevoel met shoppen dat ik de enige ben die dat doet. Ja, nee, dat doe ik ook wel. Altijd. Om een minuut kijken. Ik ook. Ik ben helemaal gek dan als ik echt weg is. Ja, maar echt. Oh, ik zweet niet dood. Wie zou het eerste struikelen over haar eigen voeten? 3, 2, 1. Handig. Maar ik ben ook dus heel onhandig. Ja. Allebei. Allebei zijn heel onhandig. Wie zou het eerste een eigen make-up of nagellaklijn beginnen? Lijn. Ik zei lijn, maar ik bedoel lijn. Lijn. Oké, 3, 2, 1. Ja, sowieso gewoon. Ja, vanzelfsprekend. Ja. Wie zou het eerste make-up product te kopen alleen voor de verpakking? 3, 2, 1. Wat sowieso? Ook gewoon echt alleen maar een point gadget en gewoon niet gebruiken om het doorsturen. Dat is maar echt. Ik zou het eerst een week niet douchen. Oké, 3, 2, 1. Ik weet niet, maar ik douche elke dag. Maar ik denk dat als ik bijvoorbeeld in de jungle ben of zo, dan moet ik eigenlijk helemaal niet meer zoveel. Wie zou het eerst trouwen voor geld? Dat vind ik echt een domme vraag. Allebei niet. Nee. Tuurlijk niet. Je gaat trouwen om de liefde. Tuurlijk. Oké, maar als we echt moeten doen. Wie zou het dan als eerst doen? Nee. 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 Wie zou het eerst een hond adopteren? Ja. 3, 2, 1. Lisa. Ja. Ja. Ik hou van honden. Wie zou als eerst emigreren? Oeh. Ja. 3, 2, 1. Jij? Of ja. Ik zou hier nooit weggaan. Ja, ik ook niet, maar jij bent al naar Costa Rica zo geweest. Ja, maar dat was door hun. Door mezelf, niet door mezelf. Ah, weet je niet. Nee, ik zou het nooit. Ik vind Nederland wel gewoon prima. Ik ook. Ik zou, ja, nee, ik zou het niet, denk ik. Wie zou eerder meedoen aan The Voice of Holland of The Voice Kids? Ja. 3, 2, 1. Ja, Flora. Niet dat ik kan zingen, maar. Nou, wel beter dan mij. Ik zou het wel eerder doen. Ja. Ja, sowieso. Ja, jij zegt niks van mij. Wie zou eerder haar haar kort knippen? Woe. 3, 2, 1. Lisa. Ja, dat denk ik ook wel. Is dat het laatste over na te denken? Weet je van, oh, ik ga mijn haar tot hier en dan helemaal gewoon helemaal ver en dan helemaal anders. Maar ik zou het niet doen. Nee. Ik denk wel over na, maar ik zou het niet doen. Ja, ik heb ook wel. Ik heb nu op zich best wel redelijk lang haar. Maar ik heb wel heel vaak ook gewoon tot hier gehad. Ja, daarom. Ja. Oké, nou. Wie zou eerder meedoen aan Wie is de Mol? Dat is zo leuk. Dat is echt heel leuk. Okay, 3, 2, 1. Allebei. Ja, sowieso. Ja, ik heb mezelf. Maar... Ja, zou je het ook echt doen als je die vraagt? Nou, weet je wat ik eerder aan mee zou doen? Excuse me. Nope. Ja, dat sowieso. Ja. Ja. Sowieso. Dat is echt top. Wanneer begint dat? September. Oh, dat is augustus. Ja, oh, leuk. Ik heb daar zin in. En Holland of model. Alles niet stom. Ja. Ja, dat begint dan ook weer bijna. Dat is allemaal hetzelfde in één keer. Dat is echt leuk. Wie zou zich eerder als een diva gedragen? Maar diva is toch ook een beetje negatief, of is dat niet? Ja, het is wel een beetje, het is echt zo'n tutje, bedoelen ze. Dat is een beetje. Nou, dan ben ik dat. Ja, dat denk ik ook niet zo. Nee, nee. Wie zou er eerder 7 dagen per week kunnen sporten? Oh. Oké, 3, 2, 1. Ja, ik heb ook mezelf. Dit is echt zielig. Ja, maar dit is echt zo. Ja, ik zou wel sporten, maar niet 7 dagen per week. Nou, bijvoorbeeld, ik zou wel. Ik dans dan, en zou ik wel 7 dagen kunnen dansen. Ja, dus dat wel. Dat is ook sporten. Ja, sport gewoon 7 dagen per week? Of nee. Nee, ik ook niet. Wie zou eerder een kind willen? Oké, 3, 2, 1. Ja, jij sowieso Floor, want. Ja, weet niet. Gewoon, ja, jij hebt het kind zo helemaal geweldig. Ja. Ja, gewoon een baby en zo. Ja, absoluut. Ja, maar eerder een scheet laten in het openbaar. Echt gewoon zo'n harde. Oeh. Weet niet. 3, 2, 1. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik zou het zo doen. Ja? Oh. Wie zou er eerder spullen uit de hotelkamer, weet je wel, die shampoo dingetjes, meenemen naar huis?
Ja. 3, 2, 1. Ja, maar jij ook. Lisa. Jij ook. Sowieso. Maar ik ook. Echt, ik zal alles meenemen. Als je handen op zo'n meeting was, ook al had ik waarschijnlijk alles meegenomen. Ja, sowieso. Wie wordt het snelst geïrriteerd door de kleinste dingen? 3, 2, 1. Ja, mezelf, maar ik heb dat ook wel. Ja, ik ook. Jij ook wel. Ik ook. Denk heel veel wel. Deze warmte, dat voel voor iedereen geïrriteerd, denk ik. Wie zou als eerst een verjaardag vergeten? Oké, 3, 2, 1. Ja. Dat is het enige. Weet je wel, ik onthoud altijd alles, niks vergeten, maar verjaardagen. Ja. Dat is echt mijn struikelblok. Ja. Dat vergeet ik gewoon. Zo slecht? Nee, ik wist vroeger vanaf de basisschool wist ik gewoon elke verjaardag. Van iedereen. What the fuck? Ja, ik weet ook niet waarom. Dat had ik niet hoor. Echt heel erg eigenlijk. Wie zal als eerst de leiding nemen van iets? Oké, 3, 2, 1. Ja, sowieso. Ik ben echt niet iemand die de leiding kan nemen. Ja, ik doe het eigenlijk altijd al. Ja. Gewoon gelijk al, weet je wel. Maar ja. Gewoon mogelijk. Ja. Ja. Een beetje mijn ding. Nee, ik kan het echt niet. Hier, wie zal het eerst meedoen aan Expeditie Robinson? Ja. De laatste vraag, en dat is... Wie zou als eerst in slaap vallen tijdens de les? 3, 2, 1. Lisa! Ja, dat is me al een keer gebeurd namelijk. Echt? Ja. Dat kan ik echt niet. Ik wel. Ik lig ook heel vaak als ik een moe ben, dan lig ik ook gewoon op tafel, weet je wel. Echt? Ja. Niet dat ik dan echt slaap, maar gewoon oh, als ik gewoon een beetje liggen. Heb ik weer geen zin meer in de les. Nou, dit was alweer de video. Het ging echt heel snel. Ja. Maar wel echt heel leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Doe zeker even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Yes. Lisa Insta. X Lisa van Buren. X Lisa van Buren. Doe even, wacht, dat zei ik net al, maar ik bedoel, doe even een duimpje omhoog als je meer video's met Lisa wil zien. En wie weet, komt dat er nog wel aan. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Doei.